Een hele belangrijke dag in de katholieke kerk, want het is een dag waar wij onze overledenen van het afgelopen jaar gaan herdenken. We gaan namen noemen, we gaan licht, we gaan kaarsen voor elke overledene van het afgelopen jaar gaan ontsteken hier in de kerk. En er is veel meer aandacht voor alle zielen. Het is niet alleen naar de kerk komen en alle zielen herdenken. Ik denk, jaren geleden zaten mensen alleen in de kerk en werd er gebeden, de lezingen vonden plaats, er werd verkondiging. Er is veel meer symboliek bijgekomen, hè? Dat licht, dat kaarsen, naar het kerkhof gaan om de graven te zegenen. Als je naar de kerken gaat vanavond, de meeste kerken zijn allemaal zit vol, zeg maar, goed bezet. Maar voor iedereen is een plek? Iedereen is een plek. En ja goed, wij zijn als kerk, we willen onze deuren openen, voornamelijk voor deze avond, voor gelovigen, voor onze parochiegemeenschap. Maar goed, iedereen die wil aansluiten, kom, wees welkom.